Nou ja, en nog een heel klein klein brugtje. Ik kom net terug uit Schotland bijvoorbeeld. Want mensen denken natuurlijk al gelijk weer in extreme. Maar daar ben ik gewoon met, ja, zeg maar zeggen. Ook gewoon, nou ja, uh, laten we zeggen. Uh, gewoon enthousiaste mensen. Mm hebben -hmm. bergen wat, 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 wat mooie routes geklommen. Van de Ben Nevis in, in dit geval. Maar op het moment dat je samen aan een touw zit. Dan, 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 ja, dan verander je, zeg ik wel eens als mens. En, en als je dat eenmaal hebt meegemaakt, die vriendschap ervaart. Ja, dat, 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 dat is wat, wat bergsport voor mij doet. Mm -hmm. en, 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 en in die zin uh, hoeft het niet eens zo extreem te zijn. Dat kan al uh, bij wijze van spreken op, uh, ja. Ja, op, in de Ardennen, hè, of, of voor mij apart op de Holteberg. Als, als, als het maar even uit je comfortzone is en dat kan met slecht weer zijn het kan met het verkeerde materiaal zijn dat kan dat kan daar nou, maakt niet uit mm -hmm. maar dan wordt het interessant en dan en dan merk je wat je aan elkaar hebt hè. als geld geen rol meer speelt maar wel zeg maar de aandacht die ik jou kan geven als je blaren op je voeten hebt ja dat 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 vind dat dan komt er een soort vriendschap tot stand die je nooit vergeet ja ja en ik denk dat een belangrijk onderdeel daarvan is in zulke situaties soort onderlinge Afhankelijkheid van ja, elkaar, want is zeker, solo lukt het je niet zeker. Nou ja, en dat is waarom je soms die extreme nodig hebt, omdat je anders denkt: Ah, business as usual, ik trek mijn jek wel wat dichter eh, en ik hou mijn bek en het komt wel goed. Mm -hmm. Nee, je moet eerst breken, eerst op je knieën, eerst zitten janken, bij wijze van spreken. Ja, en dan ga je die ander pas echt omarmen en ook toelaten. En, en je kwetsbaarheid, wat eigenlijk natuurlijk kracht is. Uh, en, en ja, ik zeg wel eens met de mensen waarmee ik het grootste conflict heb gehad uh, werden later mijn beste vrienden. Omdat ik wist wat, wat ze in die crisissituaties voor me betekend hadden. Ja. Verbinden kan pas breken, is wat ik eruit overhoud. Ja, ik, er is een soort natuurwet volgens mij, Het minste met die extreme expedities. Het is altijd zo geweest dat, 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 dat we momenten hebben dat je gewoon zit te janken en, en als je die momenten niet hebt gehad, dan, dan was het gewoon een tocht van, ja, het is gelopen zoals we hadden gedacht. En het is hartstikke mooi uitzicht, een mooie foto wordt een top gemaakt. En juist die momenten dat we braken en daarna pas echt het diepste van onszelf naar voren brachten. Dan dacht ik, en, en daarna was de oplossing dan ook vaak nabij. Hè? Dan dacht mm. ik, die oplossing die was nooit gekomen als we niet eerst met elkaar gebroken waren. En de natuur dwingt je daartoe op de een of andere manier. Ja. En, en een heel even een concreet voorbeeld: op de Zuid- of de Noordpool was het in dit geval. Uh, mijn maatje die, die had een rugproblemen, die moest uitgevlogen worden. Die jongen die, die, die had vreselijk veel pijn. En ik zei: Er moet gewoon nu een vliegtuig komen, weet je, om hem te repatriëren. Maar ja, om dan even een vliegtuig te laten komen, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Die zeggen natuurlijk: We willen wel komen, maar als we niet kunnen landen, dan keren we om en dan ben je 40.000 euro verder. Uh, dus. Een andere collega van mij in dat team die zei: hier gaan geen vliegtuig landen. Want die dacht: ja, we gaan het risico niet lopen. Maar ik zei, hier gaat wel een vliegtuig landen. Nou goed, uiteindelijk hebben we natuurlijk staan bekvechten. En de dag erop komen we een vel tegen waar iedereen er van over eens was, dat dan natuurlijk uiteraard een vliegtuig kon landen. Ja. Maar dat was zo'n mooi proces. En later zijn we gaan evalueren. En uiteindelijk, met die jongen waarmee ik dan een conflict had, ben ik later expedities gaan doen. Omdat we wisten hoe complementair we aan elkaar waren, maar wel vanuit de juiste intentie. En en die natuur die dwingt, die heeft ons doen, toen dus gedwongen, eigenlijk om, nou ja, om zo diep te gaan. Dat we, want anders hadden we ja, gezegd: nee, oh, het gaat goed, het is lekker. Hè, en het gaat allemaal wel oké. Okay, en oh, we wachten gewoon wel tot we een veldje vinden en dan vliegen we uit. Mm. Nou ja, en dat, datzelfde geldt ook in andere situaties vaak. Het kan met regen te maken hebben, weet je wel, het, het, het maakt niet uit. Eerst moet je iets meemaken dat je er echt zo doorheen zit. En dat je dan echt gewoon durft te zeggen, joh, ik kan niet meer. En dat die ander dan zegt. Ja, maar we moeten wel verder. Weet je wat, ik neem je rugzak wel. Ja. En, en dat, die, die momenten, dat zijn de mooiste momenten.